Vele deuren openen zich voor huizenjacht. Iedere week nemen wij een kijkje in een woning van een bekende Nederlander. En vandaag zijn we in Friesland op bezoek bij acteur en regisseur Steven de Jong. Welkom in mijn droomhuis. Kom er maar in. Oftewel, kom maar binnen. In het dagelijks leven ben ik regisseur van series, films. De laatste was Penny Shadow. Daarvoor De Hel van 63, Scheepsjongens van Bontekoe. De Chameleonfilms, dat zijn er twee. Misschien worden dat er drie, maar daar zijn we over bezig. En een nieuwe film die eraan zit te komen is Boerenliefde. Hey. Nou, de eerste ruimte die ik jullie laat zien, dat is de keuken. Het was een hele klus. Hier stond een muur. Daar was een piepklein keukentje. En hier stond een logeerbedje toen ik het kocht. En nou ja, hier zit ik dan 's ochtends mijn brintatje te eten. En kijken mijmerend over het land. Als je goed kijkt, zie je daar nog een kerktorentje. Er was hier laatst iemand die zei: dit is het platteland zoals God het heeft bedoeld. Dat vond ik wel een hele mooie. Ik woon hier nu 7 jaar. En na mijn scheiding wilde ik weer aarde. Dus ik ben naar het Friese platteland getrokken. En mijn kinderen wonen vlakbij. Dus ik heb met een passer heb ik een rondje gemaakt, omdat ik graag wilde dat ze op de fiets naar me toe zouden kunnen fietsen. En dit paste er nog net in. Dus het is, op de fiets is het 20, 25 minuten. De opkamer. En je zal wel denken, wat doet dat keukentje hier? Maar de vorige bewoners die deden hier alles. Dus die aten hier ook en die kokkerhelden. Dus vandaar dat keukentje er nog in zit. En dat moet er natuurlijk eigenlijk uit, want het is een vloek voor de opkamer, zegt men. Maar ja, het is ook alweer handig als je 's avonds tv kijkt, dat je dan gewoon lekker even een bakje thee kan zetten of wat dan ook. Dan is het nu tijd voor de werkkamer. En die is boven. Nou, hier slijt ik heel wat uurtjes. Allemaal ideeën en scripts en zo, die komen op deze tafel terecht. Nee, dat mag je niet weten! ja, dat wc'tje. Iedereen heeft het altijd over het wc'tje als men hier binnenkomt. Maar dat komt, we zitten hier ook wel eens te vergaderen en te overleggen. En dan die bouwvakker die zei, er moet een deur in. Ik zei, nee, ik wil er geen deur in. Want als ik dan ga plassen, dan kan ik gewoon zo doorvergaderen en roepen van nou ja, wat ik wil. Dus dan kan het gewoon allemaal doorgaan. Dus vandaar dat geen deur nodig was. En nou ja, hier zit ik veel te werken. De schuur is de studio. Hier draaien we de onderwaterscenetjes. Dat hebben we al een paar keer gedaan. Dat vind ik altijd wel een leuke actie. Dus dan vullen we met water, zetten we hier de camera op. En dan pleuren we de desbetreffende acteur in de bak. En die kan dan spelen dat hij verdrinkt of wat dan ook. De limbo. Voor Penny Shadow hadden we hier een paar dagen een stijgerend paard. En dan, ja, dan kun je er alles mee doen wat je ermee wilt doen. Het is hier vooral heel erg fijn om hier te wonen in de zomer. Dan is het zo lekker dat je overal buiten kan zijn. En ja, dat is voor mijn werk heel belangrijk. Zodat ik kan proberen om op ideeën te komen of creatief te zijn. Waar een ander misschien niet op komt. Kippen, 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 kippen. Dit is het ochtendritueel. Elke ochtend eitjes zoeken en de kippetjes voeren. Nou ja, kijk om je heen. Dit is waarom ik hier ben gaan wonen. Heb jij ook zo'n bijzonder huis en wil je het ons laten zien? Ga dan naar de site en geef je op.